Ilias Bellansani, sta je hier met ja, toch de pest in je lijf? Ja, precies. Het is in ieder geval geen goed gevoel die ik nou heb overgehouden aan de wedstrijd. We geven te veel goals weg. 3 thuis, dat kan nooit gebeuren. En we horen hier gewoon te winnen thuis en dat doen we ook niet. Zat er, toen je een 1-0 achterstand had omgebogen in een 2-1 voorsprong, iets van gemakzucht in van ja, dit varkentje is gewassen? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Bij mij in ieder geval niet. Maar het lijkt er wel alsof mensen denken van ja, we staan voor, dus dan kunnen we wat rustig aan doen. Maar dat gaat zo niet. We moeten gewoon met z'n allen keihard blijven vechten, ook al staan we met 3-4-0 of zo. En dat gebeurt nu niet en zonde. Je gaat op het einde volledig Fabank spelen met je ploeg. Zelfs Luijering komt als aanvaller erbij, maar hij wilde er op het einde niet meer in. Nee, ja, het waren de 2 kansen en van Paul, die moesten eigenlijk erin, maar die gaan niet erin en dat is zonde. Want we moesten wel alles of niet spelen en jammer genoeg maken we die goal niet. Hoe duur is dit puntenverlies? Kun je dat nu al voor mij uitschrijven? Nee, ik vind het nog veel te vroeg om nou al te zeggen of het zonde is voor de kampioenschap of niet. Maar die wedstrijd zit er tussen en wij moeten gewoon met z'n allen bij elkaar komen en onze koppen mogen houden. En tegen Veendam moeten we weer staan. Is het ook onnodig puntenverlies nu je heel de wedstrijd in je hoofd even terughaalt en afspeelt? Ja, het is zeker wel puntenverlies die we leiden en die doet ook zeer. Want tegen Telstar met alle respect moet je hier gewoon winnen en dat doen we niet. We geven 3 goals weg en daar moeten we met z'n allen over nadenken hoe dat kan. Nu is het vorige week heel veel gegaan over respect. En dan maakt Telstar vanavond een overtreding, een rode kaart. En dan hoor ik de tegenstander zeggen, dit was er ook geen. Wat moeten we daar nou weer van vinden? Nee, maar dat is mooi van Nederland. Iedereen heeft zijn meningen hier. En ik heb zelf niet gezien wat er gebeurde. Ik zag wel dat hij een beetje met gestrekt been van achter kwam. Alleen of het direct een rode kaart waard was, dat weet ik niet. Dan moet ik de beelden nog voor terugkijken. Maar scheids zijn daarop gewaarschuwd, denk ik. Aangezien iets vorige week is gebeurd. Dus ik denk daardoor dat hij ook niet aan het twijfelen was en dat hij rood gaf. Het had zo'n leuk interview met jou kunnen zijn, met name over je eerste goals die jullie hadden gewonnen, want die vond ik echt fabelachtig. Ja. Nee, maar kijk, ik ben blij met wat ik vandaag heb gedaan voor het team. Ik heb een goal gemaakt, ik heb 2 assists gegeven. Meer kan ik eigenlijk ook niet doen, eerlijk gezegd. Maar jammer dat we niet winnen. Dat is ergens en dat houdt me eigenlijk ook een beetje boos, om eerlijk te zijn.